het was heel bijzonder. Een WK in eigen land, het stadion, de sfeer, heel Nederland leefde mee. For a two and a half week period, there was just hockey non-stop. Bijna iedereen als kleine jongens hebben gezien hoe het in Utrecht was natuurlijk. En nu stond je er zelf. Dat geluid en wat er dan met je gebeurt zeg maar, van binnen, dat is echt dat was heel tof. Dus dat is een van de dingen die wel echt voorbij gebleven. Dit WK kwam wel het dichtst bij het gevoel wat je had met een Olympische speler. For guys like Jamie, Nolsey en Rob Hammond en Liam de Jong. Ik denk dat when they held up the trophy, it was really something special. Ja, ik weet nog wel, wat ik heb gezegd. Hè. Ja, het was gewoon meer dat ik gewoon nog een keer tegen iedereen wilde zeggen, weet je, hoe trots ik was en hoe mooi ik het vond om met die groep daar op dat WK te spelen. Weet je, dat we daar waarschijnlijk als klein meisje allemaal van gedroomd hebben. En dan zag je hier zo mooi mijn Sublime tent. Hier stond TV West eerst. Daar stond daar. En het mooie was, daar was die mooie tent van Jess. En was Hans Beum aan het schaken. Het is wel interessant, als je aankomt rijden, is het gewoon alsof het nooit geweest is. Dan denk je van, oh ja, het is allemaal weer weg. Er is ook geen historie meer. En dat is ook logisch. Maar ik zie wel, als ik aankom rijden, zie ik wel alles weer voor me. Hoe het was toen het gewoon volliep en waar al die mensen bleven. En het zit allemaal in mijn hoofd, dus ik zie alles wel weer terug. En het patroon waar je naartoe hebt gewerkt, zie je ook allemaal. De dagen zie je voorbij komen. Maar het is wel geestig dat het gewoon weer weg is en dat er hier weer gevoetbald wordt. En dat je dus uiteindelijk het oude patroon weer terug hebt. Ja, het was eigenlijk gewoon één groot feest. Een oranje feest, het was een sportfeest, maar ook een feest voor Den Haag. En, nou, ik was hier bijna iedere dag al 9 uur, 9:30. Ik ging meestal na 12 weg. En ik heb eigenlijk van iedere minuut wel genoten. We hebben 1998 het WK als succes ooit gehad. En dat liep door. En toen zeiden we er zelf in 2007-2008 in de Hockeybond. Het wordt tijd dat we nog een keer zo'n slag maken. Die slag werd gemaakt in de zomer van 2014. Na het voetbalseizoen werd het ADO Den Haag Stadion omgebouwd tot hockeystadion. De voetbalkunstgrasmat werd vervangen door een hockeymat. 12 kilometer vezel met bijna 1,4 miljoen sprietjes werden geïnstalleerd. Buiten werd gewerkt aan een gigantisch hockeypark. 10.000 vierkante meter aan restaurants, shops en speelveldjes voor het publiek. In 67 dagen werd in samenwerking met Ten Kate vanuit het niets het Greenfield Stadion gebouwd. Een tijdelijk stadion dat wel aan alle eisen met betrekking tot comfort, ambiance, maar vooral een goede grasmat voldeed. Daar hebben we eigenlijk nog natuurlijk de meeste werk aan gehad. En al die tijd dacht ik van, ja, maar waarom? Er gaat helemaal niemand in het stadion komen natuurlijk. Dus flauwekul, iedereen zit in het hoofdstadion, kan het 9-10 zijn. Maar wat blijkt, gewoon iedere dag heeft het stadion volgezeten, sterker nog. Toegangshekken moesten dicht, omdat er was veel belangstelling voor. Dus dat was echt wel, kicken, ja. De World Cup leefde al voor het WK bij heel hockeyminnend Nederland. De KNB vond het belangrijk dat het WK een hockeyfeest voor iedereen was. Tijdens de WK Clubdag kon iedereen alvast in de stemming komen voor het echte werk. Het WK werd spectaculair geopend in het World Forum in Den Haag. Het was een hele leuke opening met allemaal verschillende acts en muziek. Ja, en natuurlijk de koning die daar was, dat was ook bijzonder en mooi dat dat gebeurt bij een opening voor het WK Hockey. Dus ja, dat beleef je als groep, is dat ook gewoon iets moois wat je samen deelt. Na de opening volgde natuurlijk de eerste wedstrijd. Australië en Maleisië troffen elkaar. There's the whistle then that gets us underway in this first game of the Rabobank Hockey World Cup 2014. It all starts here with Australia looking to defend their title. Here's Turner. Has he got a turn of pace to go one-on-one with the keeper to beat Subramaniam to put them ahead?
Turner does it. There's the opening goal of the tournament. Glenn Turner for Australia. The opening game of the Rabobank Hockey World Cup. Done and dusted. And Australia have beaten Malaysia by 4-0. The Hague was chosen back in 2010 to be the host city for the joint World Cup. We had a number of bids, and eventually it came down to a straight race between England and the Hague. And I think the experience of 98 was a strong motivating factor. And of course, the fact that across both genders, men and women, you know, Holland are extremely competitive, but also the track record of hosting fantastic events. Het was een prachtig boek gemaakt over hoe wij in Den Haag het WK zouden willen gaan organiseren. En daar heeft de gemeente Den Haag een enorme rol in gespeeld qua ondersteuning. En van begin af aan natuurlijk ook de Rabobank. En vanuit die zekerheid konden wij proberen het bid binnen te halen. En wij hebben al onze toezegging voor het WK al gedaan voordat ze het binnen hadden. Dus we hebben in de bidprocedure hebben wij ons eigenlijk al verbonden aan dit WK. We hebben in 98 het WK gehad. Dat was eigenlijk ons eerste grote evenement binnen de hockey. Dat was uitermate succesvol. En dat dit goed zou zijn om te doen en aan verbonden te willen zijn, dat was al vanaf begin af aan duidelijk. Nou, we willen ons sowieso op de kaart zetten als sportstad, sportstad aan zee. We hebben een aantal sporten die voor Den Haag erg belangrijk zijn. Sowieso de strandsporten natuurlijk, beachvolleybal en zeilen. Maar hockey is ook wel een speerpunt voor Den Haag. En iedereen weet dat je met het organiseren van internationale sportevenementen jezelf ook echt op de kaart zet als stad. In november, 10 november geloof ik, 2010 wonnen wij van Engeland bid. En dat was wel weer een uniek moment. Wij vinden de dubbel het mooiste, omdat je dan gewoon de wereld het hockey kunt presenteren. En het is voor de beiden en voor de dames en voor de heren een enorme meerwaarde als je dat in gezamenlijkheid kunt doen. This became quite an easy decision that it should be a joint World Cup. As you know, it doesn't happen very often. The last one was in 98 when it was hosted in Utrecht, but it seemed appropriate at the time. Tijdens de Rabobank Hockey World Cup werd niet alleen in de hoofdstadions gestreden. Op velden in de wijde omgeving vonden toernooien plaats, zoals het Masters toernooi. Meer dan 70 teams met seniorenhockeyers van over de hele wereld speelden hun wedstrijden bij Hockeyclub Rotterdam. In het centrum van Den Haag kon je ook niet om het WK hockey heen. Overal waren speelveldjes en op het Haags Hockeyplein naast het Binnenhof was het een hockeyfeest voor iedereen. In Rijswijk streden 700 rolstoelhockeyers met elkaar om de eer. Deelnemers reden zowel in elektrische als handvoortbewogen rolstoelen. En op het strand van Scheveningen werd het beachhockeytoernooi georganiseerd. Spectaculair hockey met vliegende aanvallen, airdribbles en zweefduiken gegarandeerd. Ja, het was ook gewoon, je was gewoon heel nieuwsgierig naar hoe de sfeer zou zijn in het stadion, of het helemaal vol zou zitten, hoe je natuurlijk gaat spelen in zo'n stadion, onze eerste wedstrijd op het WK. Dus ja, er waren gewoon heel veel dingen waar je gewoon heel erg lang naar uitgekeken hebt. En als je dan eindelijk aan die warming-up mag beginnen en als je uit die kleedkamer mag om de tunnel in te gaan, dan dat geeft wel echt een heel mooi gevoel. Zeker als team zijn, we waren gewoon ook wel echt klaar voor dat WK. Gewoon lang met elkaar getraind, veel met elkaar gedaan, veel met elkaar meegemaakt. Ja, we waren gewoon echt klaar om te beginnen. En als je dan zo lang moet wachten, zeg maar, voor je gevoel, dan ben je blij als het eerste fluitsignaal gaat. Ja, die trompetist wisten we niet vooraf.
Want wij zijn de wedstrijd daarvoor, dat was de opening van het toernooi, hebben de dames gespeeld. Hebben we daar even sfeer geproefd om te kijken, nou, hoe is het eigenlijk. En toen was de trompetist er niet en toen wij speelden was hij er wel. En ja, dat ervaarde je als eigenlijk een soort stilte in het begin. En de man die begint te spelen en je zet in voor je eerste noot van het Wilhelmus. En vervolgens doen dat ook nog eens 15.000 anderen. Ja, dat was mooier dan het normaal volkslied. Ik vind het Nederlands volkslied best wel mooi. Velen vinden het niet, maar ik vind het een mooi volkslied. En dat er 15.000 man mee staan te zingen, ja, dan voel je wel heel machtig. Dat is een emotioneel moment. Ik herinner me nog de eerste keer dat het Nederlands elftal speelde en dat Wilhelmus was een absoluut iedereen. Het was een heel erg emotioneel moment. Ja. Ja. Maar ik heb zelf al regelmatig echt zwaar ontroerd op de tribune gezeten, weet je wel. Ik heb 2 jaar lang dan echt op z'n Haagse weg met schompers gewerkt. Op het moment dan, dat je dan zo'n vol stadion ziet, iedereen komt te zingen en muziek erbij en zo, dat ik wel een paar van die momenten gehad van shit, daar hebben we het echt voor gedaan die 2 jaar. Ja. Honderden vrijwilligers zorgden ervoor dat het WK soepel verliep. De in groen geklede vrijwilligers waren overal. Je moet wel je mannetje kunnen staan in bepaalde situaties waar het nodig is. Ja, je moet natuurlijk ook wel een liefhebber van sport zijn. En hockey hoeft dat niet in het bijzonder te zijn. Maar goed, ieder weldenkend mens die kan prima zo'n functie vervullen. En je merkt heel erg dat er een hele goede sfeer is onder de mensen. Dat heeft ook werkelijk zijn vruchten al voor alle vrijwilligers die met elkaar hier de klus klaren. Onder de vrijwilligers waren ook veel ballenkinderen. Ze zorgden ervoor dat de snelheid in het spel kon blijven als er een bal over de lijn gaat. Ik denk dat iedereen, elk kind, dat ze heel graag zou willen. En ik heb het geluk om dat te mogen doen. Het WK trok fans van over de hele wereld. De meesten kwamen in een vrij normale outfit naar het stadion. Maar sommigen leefden zich wel erg uit. Where did you park your horse? I put it at the seaside, you know. It needs some fresh air and some water. Let's celebrate hockey. Let's go for it worldwide. Let's not stop the party until the whistle blows. Did you make that yourself? Yes, I made it myself. Back home in South Africa. How do you like it so far here at the World Cup? I like Holland. I like Den Haag. It's nice. I like a beach. Now we have one. Innovatie is belangrijk binnen de hockeysport. Alle wedstrijden van de Rabobank Hockey World Cup werden integraal over de hele wereld uitgezonden. In het finale weekend werd het beeld dat de kijkers voorgeschoteld kregen nog mooier door de inzet van de Skycam. We really made it with the KNHB made a real effort to raise the level and the quality of the production of our game because hockey is so fast. We really needed to get the viewer engaged, you know, and really made them feel that they're in the stadium. And I think in that respect, the addition of the Skycam, which no one had ever seen before in hockey, was really fantastic. I mean, it brought people close to the action, and brought them right above the athletes, and made them feel as though they were sitting in your lounge. And these are the kind of things that I think we're going to be looking to push really hard in the future. Innovation in our game is so important, and we believe that we are agile enough. We really want to push the boundaries in this respect. Een andere innovatieve oplossing kwam van de Rabobank. In alle winkels en restaurants op het hockeypark werd tijdens het WK cashless betaald. Bezoekers konden hun normale portemonnee thuis laten en betalen met hun mobieltje. Waar wij voor staan is betaalgemak.
En dat is heel moeilijk om dat bij de mensen te brengen. Omdat, ja, weet je, ik kan wel zo'n betaalstickertje aan mensen geven. Maar ja, waar kan je er dan mee betalen? En als je het niet vaak gebruikt, dan doe je het eigenlijk nooit. Hè? Je moet... en het mooie hiervan is dat wij een cashless betaalsysteem hebben. Wat we in een relatief gesloten community hebben kunnen introduceren. Dus wat je ziet is dat de mensen op het WK zijn gewend geraakt aan het betalen met hun telefoon. En ze weten nu dat er inmiddels 40, 50 clubs zijn waar dat ook kan. En daarmee ben je dus veel succesvoller om een nieuwe betaalmethodiek in te introduceren. Ik denk eigenlijk meteen aan die wedstrijd tegen Australië in de pool. Speelden we de eerste helft echt niet goed. En stonden bij rust nog 0-0. Maar ja, uiteindelijk weet je, draai je het als team zeg maar, in de rust draai je het om. Pak je het op in de tweede helft en speel je de tweede helft eigenlijk redelijk goed. En win je die wedstrijd alsnog met 2-0. Dat vond ik wel echt een moment zeg maar, dat je als team wel echt op moet staan en dat er dingen moeten veranderen. As away goes Jonker once more, this time for Kelly Jonker. And in it goes off Kim Leverstedt. And the Netherlands take the lead. It was almost through Lammers to Jonker, but now the reverse sees the Dutch go into a frenzy. Listen to that crowd, absolutely loving it. Ja, nou ja, als je in een WK in eigen land speelt, dan hoort daar in Nederland Duitsland bij. En dat is, als je het bekijkt, wel een van de mooiste wedstrijden die je dan achteraf gespeeld hebt. Want dat was een fantastische eerste helft van ons. Change of pace here from Callum, pulls the ball back, there's a chance to take the lead. What a goal from Jeroen Hertzberger. Gets the opener here, his second of the tournament, the Netherlands first of the night. It's Germany 0, Netherlands 1. Komen terecht op 1-0, prachtige goal. En daarna weet je dat de Duitsers gaan komen, want dat doen ze altijd. Die geven natuurlijk nooit op. Waarbij we in de laatste minuut nog een corner tegenkregen. En er komt een streamend fluitconcert van 15.000 Nederlanders. En toen wist ik eigenlijk al, nou, die kan er gewoon niet ingaan. Dat kan gewoon niet. En het eerste wat ik deed was heel hard naar Jaap Stokman rennen en daar ontplofte het. Het stadion ontplofte, maar wij ontploften in zekere zin ook. Yeah, well, there was a goal against England where Mark Knowles overheaded it from the halfway. I think 5 seconds to go in the first half, and Kieran Gubbers was inside the circle, and he just tapped it straight into the goal. It was one of the most spectacular goals I've ever seen. Gubbers! Oh! Can you believe that goal? It's the most brilliant goal you may ever see! The overhead from Knowles has been tapped in by Gubbers right on half time. At the front and end of the half, Australia show its brilliance like only the Kookaburras can. Het hockeypark was het bruisende hart van het WK. Iedere dag werden in de kas van het Westland zo'n 1500 smoothies, 200 komkommers en 30 kilo radijs geserveerd. In het restaurant werd dagelijks 12.000 liter water en fris en 7.000 liter bier verkocht. Dat ging gepaard met 3.000 porties frieten en 2.000 hamburgers. Eet smakelijk! Er was ook veel aandacht voor maatschappelijke thema's, zoals de gezonde sportkantine. In combinatie met de Stocky World Tour kregen hier duizenden kinderen uit Den Haag en omgeving de dag van hun leven. Ook het Jeugdsportfonds werd gesteund. Er werd geld ingezameld met de Volvo-actie, waarbij een bal zo exact mogelijk op een lijn aan de andere kant van het veld moest worden gepusht. En ook de actie van de KNB om kaartjes opnieuw in relatie te brengen leverde veel geld op voor het Jeugdsportfonds. Ja, ik heb niet veel meer aan de finale gedacht op voorhand, moet ik je aangeven. Ik kijk sowieso nooit echt finales terug of ik nou win of verlies. Ik weet nog wel dat we een plan hebben gemaakt
om de Aussies echt te gaan bestrijden. Dus niet tegen te houden, te gaan bestrijden. En mijn idee hebben we dat niet gedaan. Yeah. You could say daunting, or you could say exhilarating, I guess. Maybe a mixture of both, because you have so many people who definitely aren't on your side. So I stepped onto the field and I felt exhilarated. I was so excited to play in front of such a crowd. It was really intense feeling to be on that field. Again, that Holland actually scored the first goal against us. Yeah, so that was quite an experience. Here's Hertzberger, Van der Linden. Deven has a little jab tackle, can't get it off him. Vermeulen. Hertzberger now with a bit of space. He'll try to get to the top of the D and get the shot off, reverse stick and finds it. Jeroen Hertzberger puts the Netherlands ahead. Yeah, Jeroen Hertzberger had scored a really nice goal against us, and we were 1-0 down. So, and I guess a lot of people weren't really expecting that. So, that was quite a moment, because that was when the crowd really, really erupted, and you could feel just the noise just coming down onto the field, and it was quite an experience. Eventually the penalty corner gets underway. Australia sling it out. It's Sorello with the low flip and the equaliser for Australia. Reverse stick shot goes what in. What a finish from Gathers. Unreal. Play. On the baseline from Australia. Play. Looking to get their noses in front. One-on-one there. Scotland beaten. And Australia have a third goal. Australia then to make it four with Sorello. Keeps it low and scores. Sorello for his hat-trick, and gets it! Dwyer inside the circle now, a little bit of magic from the little man, off the back, and scores! What about that? Game, set, match. Australia, 6-1. Ja, nou ja, goed. Jij zegt 6-1, ik wist het eigenlijk niet. Hè. Ik heb hem echt, hij was helemaal weg van mij. Laten we zeggen, als jij een WK-finale in eigen land speelt, dan is 6-1 echt geen goede uitslag. Nee. We hebben het ook meegemaakt op Olympische Spelen waar we wel 7-2 winnen. Ook van een thuisspelend land. Ja, nu begrijp ik wel hoe die Engelsen zich destijds voelden. Weet je wat het is? Doordat wij zo succesvol waren op de Olympische Spelen, want dat zilver voelde echt als goud, dachten we nu ook echt goud te kunnen halen. En daardoor voelt die finale, die verloren finale, of het nou 1-0 of 6-1 wordt, dat maakt dan niet meer uit. Voelt wel als een nederlaag. Dus het gevoel wat je nu hebt, na die verloren finale, is anders dan toen je zilver won, weet je. Dus je verliest nu goud en toen wonnen we zilver. Dus het voelt niet echt als een felicitatie, moet ik je eerlijk bekennen. Maar als het dan eenmaal gaat rusten en je gaat met mensen in gesprek en je merkt van het was geweldig, we zijn geïnspireerd, mijn zoontje zit te huilen op de tribune, weet je. Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan het feliciteren met zilver. De Rabobank Hockey World Cup was erg belangrijk voor de Olympische toekomst van de sport. In het finale weekend bezocht een zware delegatie van het Internationaal Olympisch Comité Den Haag. Well, the World Cup is always an important event. It's our marquee event. It's our number one event. That together with the Olympic Games. But I think this one took on an additional significance because we were recently put in a position where our place in the Olympic Games was a little bit questioned. And this was, I think, the fantastic answer to show what a great mistake it would have been. From that perspective, it became, even more critical. We had Thomas Bach, the president of the IOC. We had the ex-president of the IOC, Jacques Rogg, there. We had the director general, Christophe de Kepper, the director of sport. We had a number of IOC members. It was very important for them to see firsthand, as I said, the success of this event. The atmosphere was just amazing on that last weekend. I mean, it was amazing all the way through, but in particular on the finals weekend, it was incredible. And they got to experience
not only the strength of hockey, but also the fact that a women's final and a men's final can generate the same level of interest, which for us was simply amazing. Het moment dat je uit die kleedkamer gaat en je gaat richting het stadion, ja, dat was ook gewoon weer, dat was zo'n mooi moment gewoon. Gewoon weer dat gevoel dat ook het hele stadion achter je staat, alles oranje. Het was echt kippenvel als dat Wilhelmus door het stadion ging. Het hele publiek zong mee. We zijn niet in gevaar geweest en dat gaf wat rust, zeg maar, en dat voelde heel sterk. Against Rachel Lynch, Powerman with 6 goals for the tournament. This to open the scores. Powerman puts it home. The Netherlands lead. Inside the 25. Great ball to Devard. Inside the D. Lammers. In her last international, she's done it! Kim Lammers doubles the Dutch advantage! Ja, en dan die laatste 10 minuten, weet je, ze staan er 2-0 en je speelt op zich prima. En ja, je hebt niet het idee dat zij nog echt gevaarlijk kan worden. Ja, dat voelt goed. Dan krijg je ook de tijd, zeg maar, om het stadion rond te kijken en al een beetje met je teamgenootjes een beetje van binnen feestvieren, zeg maar. En dan zeker die laatste 2-3 minuutjes. Ik kreeg ook nog een corner volgens mij in de laatste minuut of zo. En dan, die werd aangevraagd nog. En die werd uiteindelijk werd die dus niet gegeven. Maar wij stonden dus een minuut lang te wachten, zeg maar, op die, dat die werd tegengefloten. Maar ja, dan sta je al met z'n allen een beetje bij elkaar. En je wist eigenlijk niet zo goed wat je moest doen. Want je dacht, ja, nog 1 minuut, er staat 2-0 voor. Dus ja, we wilden eigenlijk al een beetje gaan vieren. Maar dat gebeurde toen toch niet. Maar dan sta je wel een beetje naar elkaar te kijken van, ja, yes, weet je, het is gelukt. En we hebben gewonnen. Ja, en dan helemaal als dat laatste fluitsignaal gaat, dan dat is zo'n gaaf moment, zo mooi. Die sfeer is zo ongelooflijk mooi geweest en zo belangrijk geweest. Dus iedere dag, van de vroege ochtend tot de late avond, was er een prettige sfeer op dat op en rond de velden. En ik denk dat hetgeen is wat het meest is bijgebleven. Nou, ik kijk terug als dat al die mensen die daar 2 tot 4 jaar aan gewerkt hebben, die allemaal hun eigen dingen goed voorbereid hebben, dat die trots kunnen zijn. Marta Powerman to come forward and lift the trophy, release the orange. Een topsportevenement organiseren waarin je 12 teams bezighoudt is relatief eenvoudig. Een evenement organiseren wat een maatschappelijke impact heeft is veel moeilijker. En mijn stellige overtuiging is wel dat om het verantwoord te houden dat er in EK's en WK's miljoenen gestoken worden door de overheid en door de NOS en door iedereen die daaraan bijdraagt, zul je meer moeten zijn dan 2 weken sport. En dat is wat op een fantastische manier gelukt is bij dit WK hockey.